Op de 100 meter zwemmen is een mens vier keer zo traag als de 100 meter sprint. Ja, ja. De mensen zijn niet echt gebouwd voor zwemmen. Maar dat maakt het wel extra interessant. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over beter leren zwemmen met tips van zwemprofessor Peter Beek. Elke Nederlander bezit een zwemdiploma, maar goed zwemmen, dat kunnen er maar weinig. Waarom is zwemmen zoveel moeilijker dan fietsen of hardlopen? En hoe helpt het wetenschappelijk onderzoek de zwemsport in ons land? We vragen het onze special guest, hoogleraar bewegingswetenschappen, Peter Beek. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Hoe gaat ie? Gaat goed. Nou, een beetje nat achterdoor? Of vanmorgen al in het bad gelegen? Vanochtend niet. Nee. Maar ik hou het trouw bij, hoor. Zeker. Ja, nou, woensdagavond ben ik er. Ben jij trouw in het zwembad, hè? Ja, ik zeg iedere week dat ik meer wil zwemmen. Ja. Het lukt me nog niet zoveel, dus ik hoop dat ik deze week wat tips kan opdoen om een beetje de bocht af te snijden. Dat ik toch nog op tijd een beetje het zwemwater in kan in de volgende triathlon. Het is voor mij wel het onderdeel waar ik het meeste bij aan het nadenken ben. Van wat doe ik eigenlijk en is dit goed of niet goed? Of, ja, want voor de mensen die al lang luisteren, die weten dat ondertussen wel. Wij zijn triatleten. Ja. Maar als je kijkt naar onze afleveringen tot nu toe, wordt er veel over hardlopen gesproken, veel over wielrennen gesproken, gadgets. Maar we hebben het nog nooit over zwemmen gehad. Nee, dan moesten dus veranderingen komen, vond ik. Met een bijzondere gast. Ja. Wie is Peter Beek? Peter Beek, toevallig voor een tv-programma wat binnenkort eraan komt. Waar je bij betrokken bent. Waar ik bij betrokken ben, kwam ik in contact met. Want we hebben een aflevering over zwemmen. Ja. Mag ik niet te veel over zeggen. Het gaat over Sportlab Sedok, dat tv-programma. Precies. En toen kwam ik in aanraking met iedereen zei, dan moet je in ieder geval Peter Beek even bellen. Ja. En dat heb ik gedaan en uiteindelijk heb ik een aantal keren met hem aan de lijn gehangen. En zoveel al gehoord over het onderzoek wat gaande is en over de complexiteit eigenlijk van het leren van de zwembeweging. En wat we daar nog vanuit de wetenschap aan kan doen. Ja. Dat ik dacht, volgens mij is dit een perfecte special guest ook voor onze luisteraars. Wat leuk, wat een eer. En ik vind toch altijd leuk, onze gasten zijn vaak wetenschappers. Ja. En hij is vanochtend bij ons. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, beiden. Ja, fijn dat je er bent. Virtueel live vanuit Amsterdam, gok ik dan, hè? Dat klopt. Ja, leuk. Amsterdam. Ja. Goed dat je er bent. Jouw onderzoeksveld is veel breder in de bewegingswetenschap. Maar we nodigen je vandaag specifiek uit als zwemprofessor. Ja. Is dat een geuzennaam die jou goed valt? Ja, ik ben natuurlijk graag betiteld als bewegingswetenschapper, want ik heb inderdaad die breedte. Maar inmiddels mag je me na zoveel jaren inspanningen om het zwemmen beter te begrijpen ook best zwemprofessor noemen. Mooi. Want we begrijpen het nog onvoldoende, nog steeds niet? Nou, het is natuurlijk een ontzettend mooi en rijk onderwerp, dat zwemmen. En daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste heb je natuurlijk het water. Het water waar je tegen afzet. Het water wat de vriend en de vijand is voor de zwemmer. Want aan de ene kant kan hij niet zonder dat water om zich voor te stuwen. Maar aan de andere kant creëert dat water ook de weerstand
die ervoor zorgt dat hij niet al te hard kan gaan. Dat water, dat is een medium waartegen de afzet plaatsvindt, maar dat medium komt dan zelf in beweging. Dat is natuurlijk een groot verschil met hardlopen en fietsen. Dat doe je tegen de ondergrond en die beweegt niet mee met wat je daar aan het doen bent. En dat maakt het direct heel veel ingewikkelder. Met name vanuit het perspectief van een wetenschapper kan ik me voorstellen. Want als je hieraan moet modelleren, rekenen, dat is meteen een heleboel variabelen, of niet? Ja, absoluut. En hydrodynamica is ook een echt wel ingewikkeld gebied, waar het ook moeilijk meten is trouwens. Hè. Ja. Want die zwemmer die dan zich voortstuwt in dat water, die creëert allerhande wervels rond het hele lichaam heen. En de taak daar voor de wetenschapper is te begrijpen wat goede wervels zijn en wat minder goede wervels zijn. Ja. En daarmee zeg ik al iets belangrijks, want er bestaat wel zoiets als goede wervelvorming. Want soms zijn die wervels, die leveren bijvoorbeeld drukverschillen op tussen de palm en de rug van de hand, die tot voordeel strekken. Nou, dat wil je dan weten en dat wil je benutten. Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Maar ja, ik wou zeggen, en dat willen we ook graag. Daar komen we maar terug, ik zeg zeker. Altijd, voordat we de diepte ingaan, laten we even bij de basis beginnen. In dit geval is de basis in gesprek met een zwemwetenschapper. Onderzoek rondom zwemmen, gaat dat eigenlijk altijd over hoe kunnen we sneller zwemmen? Is dat de kern van zwemonderzoek in een sportcontext? Nee, de sportcontext heeft heel duidelijk de breedte die jullie ook noemen. We hebben enkele jaren terug, ik denk alweer 4-5 jaar terug, een kennis- en innovatieagenda opgesteld met KNZB. Met een aantal onderwerpen daarin. De hydrodynamica, talent, de biomechanica van starten en keren, mentale factoren. En ook de zwemles van de toekomst, zoals we dat noemen, is daar ook in een onderwerp. Dus het gaat nadrukkelijk ook gewoon over de jeugd. Ja. Maar misschien vind ik dat laatste vind ik wel leuk, zwemles van de toekomst. Want we zeiden het al in... allemaal wel leuk, vind wel leuke hoofdstukjes. Ja. We kunnen allemaal zwemmen, ja. Maar hoeveel mensen nou echt goed kunnen zwemmen? Hoe zit dat toch dat we gaan op zwemles en dan vaak ook met hangen en wurgen eindelijk heeft ons kind, ik heb er 3, die hebben het gehaald. En ik moet zeggen, daarna zijn ze klaar, hebben ze het gevoel, ze zijn klaar. En dan wordt er ook eigenlijk niet meer gezwommen. Doen we iets niet goed eigenlijk? Zien we zwemmen te weinig als sport? Dat denken wij dus wel, dat daar iets fout gaat. Eigenlijk ook die eerste ervaringen met de zwemles, die hinken op een aantal gedachten tegelijk. Hè? Natuurlijk vinden ouders het heel belangrijk dat hun kinderen kunnen zwemmen om verdrinkingskansen te verkleinen. Dus dan wordt het zwemmen en het zwemles wordt heel erg instrumenteel. Het wordt een beetje zoals een rijbewijs halen voordat je een auto gaat besturen. En dan als die lessen klaar zijn, dan is het genoeg en kan je daar afstand van nemen. Tegelijkertijd beoogt die zwemles natuurlijk ook een introductie te geven tot de zwemsport. Zodat kinderen het leuk vinden en dat ze ook ervaren dat het echt een sport is. De realiteit is vooralsnog wat anders. Er gaan maar weinig kinderen door echt in zwemmen als sport. Ja. Dat hoor je ook ouders soms ook wel zeggen. Dat eigenlijk is het een grappige uitspraak van zelfs misschien een zweminstructeur van goh, en dan heb je nu je zwemdiploma en dan is het tijd om een sport te kiezen. En dat is dus iets anders dan het zwemmen. Ja, dat is de grootste pijn op het bondsbureau van de KNZB, denk ik. Daarmee is de talentontwikkeling natuurlijk in het geding. Want ik hoorde jou net die dingen zeggen, Peter, en dat vind ik wel leuke hoofdstukjes. Want dan komen we al snel bij talent. Wat is zwemtalent? Hoe herken je dat? Hoe weten Jurgen en ik of we een beetje zwemtalent hebben? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Maar goed, we hebben een promovendus, Arlene Post, die daar zich in gespecialiseerd heeft.
Ja, talent is natuurlijk sowieso al een moeilijk begrip, hè, want het houdt in dat je een potentie tot iets hebt. Een belofte. Aan de andere kant, soms is het helemaal niet moeilijk om te beoordelen. Hè. Als je op YouTube gaat kijken naar de filmpjes die daar te vinden zijn van een 5 of 6-jarige Messi, dan hoef je niet een voetbaldeskundige te zijn om te zien of dat daar iets bijzonders aan de hand is. En zo is het natuurlijk ook in het water en met jonge kinderen die daar bezig zijn. Maar dat operationaliseren is wel lastig. En zeker als het gaat om voorspellingen naar de toekomst toe, is het helemaal lastig. En daar moet je denk ik heel erg voorzichtig mee zijn. Initiële prestaties, hè, dus gewoon wat je in de vroege jaren aan de dag legt, ja, die bevatten wel enige informatie over hoe het zich verder zal ontwikkelen. Maar de ontwikkelingssnelheid die bevat nog meer informatie. En we kennen ook allemaal wel de verhalen dat die ontwikkelingen zich in een veel later stadium kunnen voordoen. Dus ja, je moet altijd de ruimte laten, denk ik, om verrast te worden daarin. Ja. Kijk, ieder mens heeft zijn individuele ontwikkeltraject. En het is ook sterk een functie van motivatie en toewijding. En dat vinden wij dus ook erg belangrijk, als ik daar nog even op terug mag haken, in die zwemles van de toekomst. Er is zo'n soort een theorie die gaat over die motivatie. En die heet de zelfdeterminatietheorie. Die wint aan veld, omdat er ook mooie onderzoeksresultaten mee geboekt worden. En je kent eigenlijk 3 pijlers. De eerste is autonomie. Ben ik een beetje in charge van wat ik aan het doen ben? Mm-hmm. De tweede is competentie. Ervaar ik dat ik het kan? En de ervaring dat het, als ik mijn doel stel, dat ik dat doel ook kan gaan halen. En het derde is verbondenheid. Verbondenheid in sociale zin met mijn peers, maar ook met mijn begeleiders en trainers. Dat zijn de 3 belangrijke elementen om vanuit een intrinsieke motivatie, hè, dus anders dan geld of prijs of weet ik het wat allemaal, tot een sportbeoefening te komen. Als we dan kijken naar de zwemles, zoals we die wellicht allemaal nog uit onze eigen geschiedenis herinneren. Er zit weinig autonomie in, ja. Kop ik hem zelf vast even in. Ja, dus een rijtje bibberende kinderen aan de kant. Een instructeur die zegt hoe het moet. Die alleen maar fouten registreert en daarop inhaakt. De kindjes die 1 op 1 al bibberend het water ingaan. Ouders die verveeld langs de kant zitten. Dat zijn dus allemaal zeg maar antithese van wat ik net beschreef. Ja, dus je wil zeggen, dit is een belangrijk onderzoeksveld als wij in de toekomst meer Pieter van de Hogebandjes en Naomi's willen hebben. Dan moeten we daar al beginnen met dat aantrekkelijker maken en die 3 voorwaarden. Kijken of we die in die les kunnen inbakken. Ja, en er zijn ook echt wel ontwikkelingen gaande hoor. Maar het is een hybride veld. Hè. Er is van alles gaande. We hebben aan de ene kant de criteria voor de ABC-diploma's. Maar hoe je dan tot die diploma's komt, dat is eigenlijk open. En dus er zijn verschillende invullingen die daaraan worden gegeven. We hebben superspetters in Nederland. We hebben easy swim. We hebben optisch sport. Er zijn verschillende invullingen. En daar zijn we nu ook een beetje naar aan het kijken met de lens die ik net beschreef. Ja. Hoe ziet het er dan zo'n beetje uit? Ja. Mooi. Want ik weet nog wel bij LACO met die krokodilletjes en zo en met die bandjes. Ik weet niet, maar mijn kinderen hebben bij LACO in de oren. Ja, de mijne niet, maar ja. En dan een handdoek, die heb ik nog steeds. Ik kreeg allemaal spullen, 10 stappen of zo. Precies. Ja. Je krijgt stickers en labels badges. Ze hebben het gehaald, maar maar hoe het ziet. Maar vanuit het perspectief van motorisch leren, zullen we maar denken, over de algemeenheid. Ik begrijp altijd, een mens streeft in tijdens bewegen naar een soort optimalisatie. Hè? Dus die kiest door vaak iets te doen, te
bijvoorbeeld bij het hardlopen of het fietsen, komt hij uit op de meest efficiënte manier van voortbewegen. Hè? Dus ook met pasfrequentie, et cetera. Is dat bij het zwemmen nou eigenlijk ook zo op die manier? Dat je, als jij zonder al te veel instructies mensen toch hun manier vinden om het meest efficiënt vooruit te komen? Ja, ik weet nog niet of het eerdere wat je zei, ik dat precies zo zou formuleren. Hoe zou jij het formuleren? Beantwoorden. Ja. Nou ja, kijk, als je iets vaak doet, dan zet je lijf zich naar die taak. Ja. Even zo. Nee, dus expertise wordt bijvoorbeeld door Ericsson gedefinieerd als een maximale aanpassing aan de taakeisen waar je voor staat. Dus als je heel veel fietst, dan word je eigenlijk een beetje een fietser. Jouw lijf zet zich naar het fietsen. En als je heel veel tennis, word je een tennisser. Letterlijk ook in de plekken waarop je eelt op je handen krijgt. Maar ook hetzelfde waar je eelt op je ziel krijgt. Op je tennisziel, zal ik maar zeggen. Dus in die zin zet je je naar die taak. Alleen de moeilijkheid is dat zich zetten naar de taak geen garantie is dat ook op de optimale manier gebeurt. Ook eigenlijk hoe vaak je het ook doet. Ik heb in de literatuur over zwemmen heel veel aardige voorbeelden over tegengekomen. Hè, bijvoorbeeld in de onderwaterfase na een keerpunt of een start. Dat doen mensen dan op een bepaalde manier. En dat zijn topzwemmers, dus dat doen dat best heel goed. Maar de onderzoekers die daarmee aan de gang gingen, die gingen dan daarin variaties aanbrengen door mensen het op een niet geprefereerde manier te laten doen. En wat ze vonden was dan dat bij een aantal van die niet geprefereerde manieren ze toch een betere prestatie hadden. Met andere woorden, naar de absolute top is er geen garantie dat jij in een absoluut optimum zit voor je te leveren prestatie. Snel toetsen, Peter, sorry dat ik je onderbreek, maar dat vroeg ik net even in het begin. Is een betere prestatie, meet je in de zwemwetenschap dan toch wel af aan snelheid, toch? Want het zou kunnen dat niet optimaal misschien het meest energie-efficiënt is, maar niet het snelst, weet je wel? Ja, heel goed. Een heel goed punt. Maar goed, ook als het over de triathlon gaat, hè, wat dan over meer gaat over energie-efficiënt, gewoon gezien de afstanden die daar overbrugd moeten worden, dan is toch ook het criterium de tijd. Zeker. Ik wil ook niet. Ik wil alleen even heel duidelijk hebben dat als we op zoek zijn naar verbetering, dan zoeken we dus naar snelheid in de basis. Ja, willen naar snelheid. En de kunst is dan zeg maar, kijk, als je neem een 100 meter sprint, dan hebben we een aantal onderdelen. De start, die weer ook uit een aantal fasen bestaat. Het zich zwemmend verplaatsen, het keren. Het nog een keer zwemmend verplaatsen en het aantikken. Mm-hmm. Nou, op al die onderdelen is winst te boeken. Ja. Op verschillende manieren. Ja. Waar zit vanuit al jouw kennis en ervaring voor zo'n amateur als Jurgen en ik, waar is nou laaghangend fruit? Ik snap dat je veel onderzoek doet naar topsporters, die zijn al heel goed. Maar wat is nou onderdeel 1 waar je zegt, nou, als je nou eens wat efficiënter of sneller wil zwemmen, dan moet je daar eens beginnen met je aandacht. Ja. Jullie doen aan borstcrawl, neem ik aan? Ja. Ja. zeggen, want anders had je die als eerste tip gegeven, toch? Van schoolslag naar borstcrawl. Ja. Ik vind het leuke aan het zwemmen nog steeds dat ze een categorie vrije slag hebben. En dat daar dan ooit de borstcrawl is uitgerold. Nou, ik heb nog even wat onderzoek gedaan. Er was eerst de Australische crawl. Er werd later de Amerikaanse crawl. Met in hoeverre de benen in wel of niet het ritme van de armen meegaan en zo. Ja. En uiteindelijk is dit nu het idee dat dit de snelste manier is. Maar soms denk ik, als toevallig iemand anders het op een andere manier destijds had geïntroduceerd. De Engelsen destijds, die gingen uit van een met één kant maar zeg maar de crawl doen. Hebben ze heel lang volgehouden. Ja. Ben jij overtuigd dat de borstcrawl de snelste slag is? Ja, want dat was tip 1, hoorde ik. Ja. Nou, van de bekende slagen, ja, zeker. Ja. Oké.
Ja, kijk, ik blijf een wetenschapper. Misschien vindt men er wel een hele andere slag uit die nog weer sneller is. Aan de andere kant moet je snelheid ook met een korreltje zout nemen. Hè? Dus op de 100 meter is de mens 4 keer zo traag als op de 100 meter zwemmen is de mens 4 keer zo traag als de 100 meter sprint. Ja. Ja. De mensen zijn niet echt gebouwd voor zwemmen. Maar dat maakt het wel extra interessant. Terug naar de vraag, hoe kan je die postcol verbeteren? Ja. Nou, ik heb eens een keer zo'n cyclus van 8 lessen gevolgd om de borstcol te verbeteren. Ik vond dat heel interessant, ook op de instructies die je dan krijgt. Hoe belangrijk al de beenbewegingen zijn natuurlijk. Hè? En de realisatie dat die maar zeer ten dele voor voortstuwing zijn, maar vooral ook een meer horizontale ligging in het water te realiseren. Punt. Ja, dus die wil ik even markeren, want die is voor triatleten zeer interessant. Hè? Want hier is ook wel eens discussie over in het bad. Is die beenslag nou voor voortstuwing of spaar je benen maar voor het fietsen en het lopen en zorg inderdaad maar dat je er mooi vlak mee blijft liggen? Als de zwemprofessor dat laatste nu betoogt, dan loop ik daar met veel plezier mee weg uit deze podcast. Het is allemaal niet zwart-wit, maar de ondersteunende functie van die beenbeweging om de juiste positie in het water te houden is wel heel erg belangrijk. Ja. Ja, want kijk, het is toch een spel van weerstanden. Hè? Daar begon ik al mee. Ja. Dus als je zeg maar je frontale oppervlak klein weet te houden. Hè? Je kan dan eigenlijk een soort lens zou je van de zwemmer van voren kunnen bekijken. En dan zou je ze kunnen uittekenen. Een soort vlak waartussen die dan hangt. Mm-hmm. Als die been dus scheef naar beneden hangen, zo gezegd. Ik trek die 2 lijntjes, dan heb ik een groot frontaal oppervlak. Nou, dat wil ik gewoon verkleinen. met alle manieren die ik heb. Precies, al zou je dus alleen maar zorgen door wat te trappelen dat je voeten, benen goed achter je hoofd blijven zitten, bij wijze van spreken, heb je daar al een enorme winst. Nee, absoluut, absoluut. Ja. Nou, dit vind ik echt heel geruststellend, want ik heb voor mijn gevoel een hele slechte beenslag. Ja. Maar die ga ik nu mentaal omframen en zeggen, ik ben in ieder geval mijn boel aan de oppervlakte aan het houden. Maar dan kom ik toch meteen van, we hebben heel vaak van die oefeningen en dan moeten we alleen met de benen, bij wijze van spreken, van 10 baantjes soms. Ja, mij lukt dat echt niet. Ik kom niet één volle baan, zeg maar. Dus iedereen zie je dan kijken, ik kan dit niet, dit is te zwaar. Nou, maar de benen dragen wel bij aan de voortstuwing. Het is grofweg 1 tegen 4,5 of zo, 20 tegen 80%. Ja. Maar dus ze dragen er wel aan bij. Maar ik zou die ondersteunende functie van de benen zeker ook daarin meenemen. Ja. Ik ga daar altijd schoolslag benen doen. Kijk, met Michael Phelps, die had ook een bepaalde lichaamsbouw. Met een groot bed voor de longen. En hij was natuurlijk lang. En die lengte is ook een voordeel. Daar kun je helemaal niet veel aan veranderen. Maar als je lang bent, dan is je golfweerstand lager. Maar hij had ook verhoudingsgewijs een vrij kort onderstel, zo gezegd. Ja, ja. En liep dus minder gevaar dat allemaal weggleed. Ja. Dus vind ik een mooie eerste tip. Ja. Beenslag. En dus ook goed begrijpen wat de belangrijke functie van de beenslag is. En dan dus niet, Jurgen, bij de training niet de beenslagoefeningen doen. Want er is ook voortstuwing. Ja. Maar de grote winst zit in het levelen. Mooi. Ja. Nou, als we zo nog een paar onderdeeltjes kunnen analyseren. Ja, een ander bekend ding is dus met die vingerspreiding. Daar is ook een Nederland aardig wat onderzoek naar gedaan. Door Josje van Houwelingen van de TUE en Jerry Westerweel. Die hebben dat allemaal bekeken. Dus ook vertel, handje dicht, handje open. Ja, handje dicht of maak van je hand een kommetje. Dat was dan wel eens een tip. Dat is niet zo'n hele goede tip. Dat moet je niet doen, want het is wat beter om je vingers licht te spreiden. Zo is gebleken in allerhande onderzoek. En daar zie je ook eigenlijk wel dat toppers dat ook al doen. Hè? Dus in die ervaringen met het water vind je ook wel dat soort optimaal. Maar het helpt ook als je dit weet. Dus dat je... wat is het? Iets van 8 à 10 graden tussen die vingers spreiding. Ja. Het is ook weer een interessante karakteristiek van het water. Hè? Want als je ze verder spreidt, dan schiet dat water te veel door. Maar als je de spreiding hebt waar ik het net over heb, dan heb je net een soort filmpje. Waardoor je gewoon een wat groter stuwvermogen hebt. Mooi. Want ze hebben het al over waterpakken.
Nou, wilde ik net zeggen. Dat krijgen wij op de training de hele tijd te horen. We ik moeten snap leren water van. Te pakken. Jij wat zegt... is water pakken? Ja. Nou ja, het lijkt me heel moeilijk te zwemmen als je geen water pakt. Maar goed, wat men ermee bedoelt, althans dat was een tijd lang de filosofie, als ik het zo mag noemen. Er zijn ook allerlei suggesties gedaan, denk ook door wetenschappers. Als je nou meer stilstaand water pakt, dan is je mogelijkheid om je daar tegen af te zetten, zou groter zijn. En daardoor zou je een betere voortstuwing hebben. Nou, wat ik daarover kan zeggen is dat dat eigenlijk ook allemaal een achterhaalde voorstelling van zaken is. Oeh, hier zijn we dol op in de podcast. Van die mythes die je aan het zwembadrand veel hoort, maar de wetenschappers zeggen no. Ja, nou nieuws. Moet ik wel... Kijk, ik ben hier... ik ben natuurlijk een wetenschapper, dus ik... Ik ben ook terughoudend er grote uitspraken over te doen, maar nuance is hier cruciaal. Hè? Dus het is het onderdeel van het zwemmen waar we eigenlijk nog het minst van weten. De voortstuwing en de bewegingen van arm en hand met name daarbij en de schouder. Er worden twee zaken tegenover elkaar gezet, hè? Twee extremen. De ene is de I-vormige handbeweging en de andere is de S-vormige handbeweging. Ah, het S-je onderwater. De I-vormige is zeg maar een hoge insteekhoek en dan zo hard mogelijk doorhalen, zoveel mogelijk langs je lijf in de richting van de voortbeweging. Dat is ook het traject wat natuurlijk kwaliteiten qua het kortst is. Hè. We weten, een lijn is de kortste verbinding tussen twee punten, dus dat geldt ook hier. En wat je hebt bij die, er is van allerlei onderzoek daar gedaan, ook door een Japanner, Takaki heet die man. En die laat zien dat als je dat doet, dat er dan wat genoemd wordt een Karman vortexstraat ontstaat. Dat wil zeggen, er treden allerlei wervels op rond die bewegende arm in het water. Die verlaten de vingers en de hand, meestal aan de duim of de pinkzijde, komen die wervels los. Mm-hmm. En ze draaien met de klok mee of er tegenin. En op het moment dat die wervels loskomen, dan is er een groot drukverschil tussen de rug en de palmzijde van de hand. En dat, net als bij een vliegtuig, hè, of dat levert gunstige voortstuwingseffecten op. En dit wat je nu beschrijft vindt plaats bij die I-vormige slag, dus de rechte lijn. Ja. Maar het ingewikkelde van het verhaal is dat ook bij die S-beweging, hè, dus waar er zit meer een beweging in, zoals de S beschrijft, hè, dus de schouderrol is sterker en je maakt een beweging naar de middenlijn van het lichaam toe en dan hou je op die manier je hand door het water. Nou, die weg is langer, dus daarmee kun je meer water pakken, toch? Of niet? Ja, ik denk dat het beter is om te spreken in de termen van die thermodynamische effecten. Okay. Maar ook in termen van weerstandseffecten. Want als je, ik zei net, het water is de vriend en de vijand van de zwemmer. Ja. Dus in dat eerste geval, daar is heel veel kracht voor nodig. En daar kan je ook hoge snelheid mee genereren. Maar de verliezen aan het water zijn dan ook, het energieverlies aan het water is ook hoog. Ja. In het tweede model heb je dus meer die S-beweging. En dan kan je wel in die S-beweging kunnen ook weer, wat men dan noemt, unsteady lift forces. Dus er kunnen ook gunstige krachten ontstaan uit die richtingsveranderingen. Dus ook daar zijn er bepaalde voordelen in hydrodynamische zin te vinden. Hmm. Dus alleen het zijn andere voordelen dan bij die I-vormige slag. En hier is het zo, de weg is weliswaar langer, maar het energieverlies is ook lager. Ja. Dat levert een onderscheid ook op, wat voor jullie denk ik als triatleten wel relevant en interessant is. En dat is dat je bij sprinters overwegend meer die I-vormige slagstructuur terugziet. Dat is ook begrijpelijk uit het punt dat daar de explosiviteit voorop staat. Ja, veel snelheid maken.
Ja, en die grote energieverliezen voor lief nemen. En daarmee ook het uitgeput raken voor lief nemen. Maar als je naar langere afstanden gaat, dan kan je daar in een andere afweging komen, waarin efficiëntie en dergelijke meer een rol gaat spelen. Het is dan ook zo dat je bij die lange afstandszwemmers overwegend weer die meer S-vormige bewegingen ziet. En nou zijn dit twee extreme. Hè? Want ik denk dat er geen zwemmer is die precies die I-vorm doet en die precies die S-vorm doet. Nee, exact. Dus het zijn constructen. Maar de meesten zitten dus meer naar de ene pool en naar de andere pool. En er zijn ook mensen die tussenin zitten. En dan kom je op een heel belangrijk punt in mijn manier van kijken. En dat is dat iedere zwemmer heeft een geïndividualiseerde techniek. In de sport, maar ook daarbuiten, of het nu over BMI gaat, over IQ of allerhande zaken. We nemen een soort gemiddelde van de populatie als uitgangspunt. Hè? Ja. En dat is ons referentiekader. Het probleem daarbij is dat geen enkel individu precies aan dat gemiddelde voldoet. Mm-hmm. Het is dus veel beter te kijken naar juist ook die coördinatieve kenmerken van het individu. En hoe je van daaruit kan verbeteren. En daar spelen heel veel factoren mee een rol. Kijk, als ik een voortstuwingstechniek benut waarbij de schouderrol belangrijk is, ja, dan is ook de bouw van mijn schouders en de karakteristieken van mijn schoudermusculatuur spelen daar weer bij een rol. De antropometrie speelt een rol. Dus ik kan eigenlijk niet in een soort absolute zin iets zeggen over dit is de goede techniek en dit is geen goede techniek. Hoewel een aantal algemene beginselen, en die geef ik ook aan, over explosiviteit en over efficiëntie, wel een rol spelen daarbij. En je zou dan dus kunnen gaan kijken. In de context van het hardlopen zijn we bezig met een running coach die gebaseerd is op wat we noemen guided exploration. Dus in plaats van dat de coach voorschrijft hoe jij moet lopen, worden er wat instructies gegeven aan de hardloper in dit geval, om te onderzoeken wat kleine wijzigingen in de techniek van het hardlopen aan voor- of nadeel brengen. En dat zou je hetzelfde kunnen doen in het zwemmen. Ja. Ik zei ook al eerder van ja, ook als we topzwemmers uitnodigen een kleine aanpassingen te maken in hun techniek en op niet-preferente voortstuwingswijze daarvan gebruik te maken, dan leidt dat soms toch tot een voordeel. Ja. Dus dat, ik pleit voor deze vormen van verkenning van de eigen ruimte, ook voor jullie zwemmers. Ja, dus zit niet te veel vast. Ik doe het nou eenmaal zo en zo blijf ik het altijd doen en dit is het. En dan vind ik wel leuk dat je dat, want dit zijn, jij zegt heel veel over externe instructies of externe focus van aandacht, et cetera. Dit, natuurlijk een S en een I, daar kan ik me heel goed bij voorstellen hè, van wat dat is. Dat ook in het water, zeg maar. Maar hoe zou je dan iemand echt die subtiliteiten kunnen instrueren? Want ik moet bijvoorbeeld denken aan een andere. Is iets van, je moet je elleboog hoog houden uit het hoog water. Hoog overhalen, ja. Ja, dat bal is erover, eronder. En het gevoel van appels plukken of kersen plukken, volgens mij. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat is iets van dat je dan naar voren juist steekt en daar een kleine draaiing maakt. Oh. Ik doe het braaf, maar hoe ik het doe, weet ik ook niet. En hetzelfde geldt voor het frikken. Als we gaan frikken, ik heb eigenlijk geen idee wat je doet bent, toch? Nee, ik ook niet. Hoe moet je eigenlijk die instructies geven bij een zwemmer, bij wie het ook al, kijk, bij het hardlopen kun je iemand anders kijken van hoe loopt hij eigenlijk hard. Maar bij het zwemmen, je ziet van de buitenkant zie je niks als iemand onder water ligt. Wat zijn de manieren eigenlijk om iemand dan die zweminstructies te geven? Hoe heb je daar een idee over? Nou, die voorbeelden die je noemt, die zijn al heel sprekend, denk ik. Hè? Je zit dan in de sfeer van de analogie of mm-hmm. de beeldspraak. En een beeldspraak is interessant, omdat het is eigenlijk één regel. Dus in die zin één vorm van spraak. Maar wat centraal staat, is dat er een beeld wordt opgeroepen waaronder
ja, waarmee heel veel is inbegrepen. Ja. Dat je er niet zo precies een voorstelling van hebt, maakt denk ik niet zoveel uit. Hè, vergelijk het aan een, het voorbeeld wat ik wel eens geef is dat van een dansinstructeur die aan een ballerina vertelt, maak nu een arabesk waarbij de energie uit je vingertoppen wegstroomt. Dat is een totaal, fysisch gezien, een totaal waanzinnige instructie. Dat kan niet. Maar die danseres die weet dat wel te vertalen in een beweging met die karakteristiek. Of in ieder geval waar zij in haar voorstellingsvermogen een expressie aan kan geven. Dat is wel de wonderenwereld, denk ik, ook van die metaforen. Die dan toch wel heel belangrijk zijn. Zo blijkt dat uit allerlei onderzoek. Ja, dus met die hoge elleboog, hè, de haaienvin nadoen. Ja, over de voetbal, toch? Even over, ja, de bal heen pakken. Heen, ja, of met de schoolslag leren. Hè, het bekende kikker-vliegtuig-potlood-verhaal. dat is ook ik zoiets. Ken appels plukken kende ik nog niet. Ik snap daar wel het rijken, maar dat draaien lijkt me tricky, toch? Volgens mij dat je daarbij dan even... daar je appel nog plukt, omdat je daar ook je kanteling van je hand maakt. Je steekt hem erin en dan ga je kantelen. Ja. Ik heb er nog wel eentje voor je. Hand in je broekzak. Zodat je hem ver doorhaalt. Bij je doorhaalt. En we helemaal in je broekzak stoppen. Ja. Nee. Kijk, wat wel helpt bijvoorbeeld is... een ander ding is natuurlijk snelheid. Hè? Dus de manier waarop je die coördinatie doet... Bij hardlopen weten we dat al echt wel. Hè. Je kan je afvragen, wat is nou de juiste verhouding van stapfrequentie en staplengte bij het hard? Wat je daaraan ziet is alweer een hele variatie aan individuele verschillen. Die zijn echt behoorlijk groot. En je ziet dat zelfs bij de top. Hè. Dus je kan niet in absolute zin zeggen van... je moet die combinatie hebben en niet die andere. Want beide combinaties kunnen tot hele goede snelheden leiden. Dat is bij de befaamde 180 passen per minuut. Hè, waar we het ook wel zo over gehad hebben. Of 170, dat de ideale... Dus daarbij op een goede adaptieve manier omspringen. Ja. Dat hetzelfde is bij het zwemmen. Wat we wel zien is dat de stroke index... dat is het product van... de snelheid en de slaglengte, dat is een hele goede maat voor de zwemprestatie. Dus die slaglengte, die kan je varieren. Hoeveel slagen je nodig hebt voor een bepaalde snelheid, toch? Ja, of als jij een goede slaglengte hebt, dan ben je eigenlijk al wel goed gepositioneerd om goede tijden te zetten. En als je dat dan weet te combineren met een hoge slagfrequentie, dan zit je natuurlijk goed. Is dat die... Maar die combinatie is lastig, want hoe hoger je die slagfrequentie maakt, hoe korter het zal zijn om de slaglengte in te korten. Ja. Dus. Ja. Want mijn Garmin sporthorloge, die kan dan ook in het zwembad meten, en die heeft het altijd over een SWOLF, de SWOLF score. Dat is volgens mij een combinatie van deze twee dingen, toch? Snelheid en frequentie. En als je die dan omhoog brengt of omlaag brengt. Ken je die parameter? Wil je hem nog eens uitleggen aan me? Nee, ik ken hem niet, dus ik kan hem ook niet uitleggen. Nee, dat kan hem ook niet uitleggen. Nee, maar jij zegt eigenlijk, de basis... Ik dacht, misschien is dit een algemene zwemsportwetenschappelijke parameter. Nou ja, even nog even naar die techniek. Hè, om ze daar, want ik was nog niet helemaal klaar daarmee. Hoe kan je nou die core-prestatie verbeteren? Dus wat hadden we? Je benen omhoog brengen. Die benen, hadden het over die technieken. Handen, vingers. S of I. Ja. S of I. En vingerspreiden. En wat we ook uit het literatuuronderzoek wel halen, dat hoort ook wel bij die I trouwens, is als je echt een hoge snelheid en een hoge versnelling weet te realiseren, dan correleert dat ook hoog met in ieder geval de sprintprestaties. Dat is natuurlijk ook iets wat dan weer aan het vermogen raakt. Hoeveel vermogen kan je überhaupt leveren? Dat geeft ook een manier van kijken dat je zegt van de vermogensbalans. Er is een hoeveelheid vermogen die zwemmer kan genereren uit zijn eigen interne energiebronnen. Ja.
En nou, dan is het de vraag, als dat vermogen hoog is en je hebt nog niet zo'n hoog rendement, dan valt er natuurlijk veel te winnen door dat rendement te verbeteren. De efficiëntie van de voortsturing. En dan moet je gaan kijken naar die vermogensverliezen. Dus de drag-componenten, de weerstandscomponenten. Dan kom je uit bij de dingen waar we het al over hadden. Mm-hmm. Maar dat vind ik wel interessant, want wij hebben het in het verleden, we hebben het gehad regelmatig over vermogen meten. Hè? En zoals mechanisch vermogen op de fiets, metabool vermogen bij het hardlopen. Wat je eigenlijk refereert is gewoon het metabool vermogen van het lichaam tijdens het zwemmen, weet zoveel energie te genereren. Hoe dat om te zetten uiteindelijk richting snelheid. En dat gaat dan, is afhankelijk van energieverlies. Ja, in mechanisch vermogen. Dus maar kan je iets meten aan vermogen, aan mechanisch vermogen bij het zwemmen? Dat is waarschijnlijk gods onmogelijk, net zoals bij het hardlopen en het schaatsen. Omdat je niet in één vlak aan het, aan het bewegen bent, eigenlijk zoals bij het fietsen. Tenzij natuurlijk die armen wel zo. Zijn er schattingen inderdaad van mechanisch vermogen bij het zwemmen? Hoe doe je dat? Ja, dat is een heel veld van discussie op zich. Nou, je kan op het land kan je de zwembeweging imiteren. Ja. Hè, op een speciale zwembank waarop je dan het vermogen meet. Ah, ja. Ja, dan ontstaat de vraag van hoe correleert dat vermogen met het vermogen wat je dan daadwerkelijk in het water levert. Nou, blijkt echt wel een redelijke verband tussen de bestaan. Ja. Dan hebben we dat gaat al terug naar de jaren 80 is in de Tongenreep in Eindhoven is het Measuring Active Drag systeem gemaakt. En dan zet je dus af tegen, is eigenlijk een soort skelet in het water met plankjes waar je tegen afzet. Om de zoveel afstand is een plankje en daar zet je dan tegen af. En dan kan je meten hoeveel kracht je op die plankjes levert. En dat combineren met je snelheid heb je ook een schatting van het vermogen. Die heb ik wel eens gezien. Jij, Gerrit? Nee, dat je dan eigenlijk op de, volgens mij op de bodem is het zo'n beetje. Of het hangt in het zwembad eigenlijk een soort rail met plankjes waar je dan steeds aanhaakt. Ik denk dat een leuk proefje. Ja, dat zou je wel willen, dat helpt je wel, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk de manier waarop je, op die manier kan je inderdaad wel vermogen meten of kracht. En als met het fietsen. Ja, oké. Okay. Measuring active drag. Ja. Dus dat is ook een manier. Nou, er zijn andere onderzoekers in de wereld die gebruiken dan een soort boeisysteem of een emmertje wat men achter de zwemmer aanhangt. Krijg je een soort toegevoegd weerstand. En dat kan je dan verrekenen met hoe het zonder dat gaat. En dan krijg je ook een schatting uit. Nou, het zijn allemaal verschillende manieren. Het probleem erbij is wel dat als je gaat kijken hoe sterk die manieren nu tot dezelfde soort resultaat leiden, dan valt dat behoorlijk tegen. Dus, het is nog niet vergelijkbaar met elkaar. Ja. Nee, het is niet goed vergelijkbaar. Dus dat is een probleem. Ook omdat de onderzoekers dan natuurlijk het meeste fiducie hebben in hun eigen manier van meten. Maar het zijn net mensen wat dat betreft. Ja. Klinkt wel als heel hard zwemmen. Iets waar je heel hard voor moet trainen en waar je heel erg moe van wordt. Moet je ook goed herstellen, hè? Zullen we even heel snel een snelle hersteltip doen? Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij iedere twee weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze nieuwe partner Blackroll. Deze week hebben we het over de tijd die nodig is om te herstellen. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou, wist je dat de herstelduur heel erg per sporter verschilt, zelfs wanneer ze van hetzelfde niveau zijn en even hard getraind hebben? Dat laat recent onderzoek bij een grote groep jeugdvoetballers van FC Groningen zien. Interessant, maar hoe gebruik ik die kennis nou praktisch om deze week aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door niet klakkeloos uit te gaan van je trainingsschema of wat de buurman precies doet, maar ook op de signalen van je lichaam af te gaan. Dus als jij gewoon zware benen hebt, een keer een extra hersteldagje is niet verkeerd. Dan denk ik dat ik morgen maar eens even een rustdag neem. Powered by Blackroll.
Oké, we gaan nog even verder. Kijken of we nog wat beter en sneller kunnen zwemmen. Ik wil wel even de hoek van de ademhaling in. Goeie. Jij zei al meteen, tip 1, doe je al borstcrawl? Meestal wel. Ik moet bekennen, ik ben een rare zwemmer. Ik zal wel een hele slechte borstcrawl hebben of een hele goede schoolslag. Want ik kan bijna net zo hard schoolslag zwemmen als borstcrawlen. Dus soms bijvoorbeeld in een wedstrijd. En het is me te druk en te chaotisch en ik raak niet goed in mijn adem. Ga ik gewoon een stuk schoolslag doen, hou ik die gasten om me heen ook bij. Maar waar ik dus naartoe wil, is dat ademhalen. Kun je vanuit jouw wetenschappelijke inzichten ons daar nog iets over vertellen, over wat we daar kunnen winnen? Moet je aan twee kanten ademen? Moet je om de 3, 5, 7 slaan? Wat is daar nog winst te halen? Of is dat comfort? Waar gaat het over bij het ademhalen? Er is een studie van McCabe en een groep. Die hebben vergeleken wat de ademhaling uitmaakt in de zwemsnelheid. Door gewoon ademen, een episode van ademen en een episode van niet ademen te vergelijken. En het blijkt dan dat als je niet ademt, dat je ongeveer 0,05 meter per seconde snelheidswinst hebt. En is dat in de context van zwemmen veel of weinig? Want dat zeg je me niet zoveel, zo'n getal. Nou ja, ik had dat even dan betrokken op... even kijken, wat was jullie standaard afstand ook alweer in de triathlon? 1500 meter, hè? Ja, of 750 of 1500 als we aan de recreatieve triathlons denken, ja. Nou, laten we dan even die 1500 meter aanhouden. Ja. En laten we veronderstellen dat iemand 1,25 meter per seconde zwemt. Ja. 1,25, ja. Nou, laten we beginnen met 1,20 meter per seconde. Omwille van het argument. Dat weet ik hem al. En dan kom je uit op ongeveer 21 minuten, heb ik zo even berekend. Ah, ja. Dat is best snel, ja. Ja, nou, dat haal ik wel, hoor. Ja. Ja. Maar goed, als je dan naar 1,25 meter per seconde haalt. Hè, dus stel nu, je gaat alles zonder ademen doen. Alles zonder ademen, ja. Nou, dan haal je, dan ga je er heel lang over doen, hè? Maar dan haal je de finish niet. Ja, nee, dan haal je het niet. Maar gewoon even omwille van het argument. Ja. Dan doe je dat een minuut sneller, die afstand. Ongeveer een minuut sneller. Nou ja, goed. Je moet natuurlijk ademhalen. Ja. Maar om dat spaarzaam te doen, hè, dat is de kern van dit verhaal. Ja. Dat is dus wel een voordeel. Dus als je het kan, is het daarmee gunstiger om niet elke 2 slagen adem te halen, maar bijvoorbeeld elke 4 slagen. Als je dat kan opbrengen. Dus dat is dan elke 2 slagcycli. Precies, 1 keer overslaan in het normale iedere slag ademen. Ja. Ja. Maar gaat dat niet meteen ten koste van je snelheid, omdat je toch even met een adembeperking aan het zwemmen bent? Lees dat... zuurstoftekort. Ja, of zuurstof, dat je efficiëntie, je verbruik van zuurstof even niet helemaal goed gaat, anaeroop, bla bla bla. Ik hoor Peter wel zeggen, als je dat kan, hè? Ja. Ja. Of hoef ik me daar geen zorgen maar goed, over te maken? Ik ga er even vanuit. Kijk, als je om de 4 slagen ademhaalt, dan moet dat echt wel voldoende zijn. Ja. Om gewoon in zo'n op efficiëntie ingerichte zwemprestatie dat voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen ja, het vergt wel dat je het coördinatief ook goed kan behappen. Ja. En dat je, je zal dat je aan moeten leren om dat zo te doen. Ja. Een alternatief is elke 3 slagen, maar dan krijg je natuurlijk dat je bilateraal gaat allemaal. Ja, oftewel zowel links als rechts, om het maar even... Ja, zowel links of rechts, om het even in detail te zeggen. Ja. En is dat voordeel, nadeel? Of zeg je nou, wetenschappelijk gezien of qua snelheid maakt het niet zoveel uit? Nou ja, goed. Er is dus winst mee te... omdat je al zegt, je slaat alweer 1 slag over. Ja. Dus in die zin is er winst. Ja. Ja. Nou, als triatleet is nog wel een ander voordeel, want je kan beter om je heen kijken als je aan allebei de kanten ademt. Wij oefenen vaak 1-3. Juist volgens mij met het argument om... Allebei de kanten. Ja. Coördinatie. Ja. Nou, waarom is dat belangrijk, allebei de kanten? Dat is wel interessant. Ja, volgens mij voor 2 redenen. Heel praktisch. In het buitenwater heb je natuurlijk geen zicht. Dus als je links en rechts kan kijken, kun je beter overzicht houden over wie er naast je zit of dat je nog op parcours zit. Bovendien heb je buiten natuurlijk nogal wel te maken met wind. En stel nou op een slechte dag, je hebt vooral wind van links en je kan alleen maar links ademen. Heb je de hele tijd golven in je mond. Dan wil je ook rechts kunnen ademen, zodat je van de wind af kan ademen. Dus 1-5 dan feasible?
Nou, dan ga ik terug naar jou, Peter, als je dat kan. Ja. Ik denk dat ik dat in wedstrijdomstandigheden niet kan opbrengen. Tenzij ik misschien ooit richting de echt langere afstand. Nee, het lijkt mij ook aangetrokken. Maar 1 op 3 is zeker een goede mogelijkheid dan. Ja. Ik denk nog een tip die van mij zelf komt, is gewoon, en het mag, een pak. Wij triatleten mogen wel een pak aan, als de mits temperatuur niet te hoog is. Ja, bedoel je nu zo'n neopreen wetsuit pak? Ja. Ja. En dat geeft natuurlijk drijfvermogen, sowieso. Ja. Ik denk dat dat toch wel een tip is voor iedereen. En maakt het dan, moet ik dan een extra duur en dik pak dat nog meer drijfvermogen geeft? Je hebt net gehoord, hoe beter je aan de oppervlakte ligt, hoe minder het werk. Ja, wat ik begrijp van de literatuur ook daarover, is dat er een 10% of zoiets weerstandsreductie met die pakken ontstaat. Ja, 10%? Zo. Ja. Mooi. Ja, weerstandsreductie. Hè? Dus hoe dat vertaalt, precies in tijdwinst, dat moet je dan maak bekijken. Ik weer even een praktische wedstrijdtip voor alle triatleten, beginnend triatleten, aspirant triatleten, die bijvoorbeeld 11 juni aan de UHTT triathlon willen meedoen hier op de Utrechtse Heuvelrug. Train even zowel met als zonder pak. Want als het natuurlijk opeens zomers wordt, het water wordt warm en je hebt altijd met pak getraind, je moet opeens zonder. Schrik je een apenzuurtje over hoe diep je dan inderdaad komt te liggen en hoe zwaar het wordt. Dus wees altijd ook dat over. Is interessant, hè? Dus wij hadden het over die adaptatie. Hè? Ja. Dus als je traint met de pak, dan adapteer je aan dat pak. En dan word jij dus een triathlon atleet die het zwemmen doet met pak. Ja. Ja. Dus als je daar dan mee ophoudt, dan is dat een nadeel. Absoluut. Ja, komen we in een bruggetje. Je refereerde net al aan toen je zei de verschillende onderdelen waar je onderzoek naar doet. We hebben het al even kort gehad, zwemles van de toekomst. We hebben het kort gehad over allerlei dingen met hydrodynamica, drag. Ja. Jij noemde mentaal. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Wat voor onderzoek doe je dan? Welke inzichten breng je in het mentale aspect van zwemmen? Ja, die huls is leeg op het moment. Oh, jammer. Ik dacht al meteen, daar zit wat. We hebben daar ideeën over. Ook al, er zijn ook wel dingen benoemd die we daarin zouden kunnen doen. De ene kant is gewoon, dat zijn de visualisatiezaken, mental rehearsal. Maar ook met de wedstrijdsituatie en alles wat daar omheen speelt. Daar beter op voorbereid te zijn door dat bijvoorbeeld in een VR-achtige omgeving al een keer mee te maken en dat te anseneren. Dat waren ideeën die daarbij een rol speelden. Ja. We hebben dat project nog niet ingevuld. Jammer. Nou, dan pak ik even de gelegenheid. En hou je vraag vast, Jurgen. Kom zo terug bij het water. Maar omdat je zelf ook erg betrokken bent bij allerlei visualisatieonderzoek. We hadden daar een paar weken terug een aflevering over. En daar kwam meteen een vraag van een van onze vaste kijkers, luisteraars. Wanda die schreef. Ja, ik heb zelf enorm ADHD. En als ik ga visualiseren, dan naai ik mezelf alleen maar op. Word ik alleen maar zenuwachtig van. En toen was haar vraag, ik zeg al, er lopen hier wat aspecten door elkaar heen, maar haar vraag was uiteindelijk, heb je nog een tip voor visualiseren voor ADHD'ers? Ik weet dat we even een zijpad op gaan, maar we hebben je nu toch hier, Peter. Ai, ai, ai. Ja, dat is een mooie vraag. Ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat die visualisatie plaatsvindt in termen van handelingen. Hmm. En minder in termen van bewegingen. Bewegingen zijn onderdelen van handelingen. Ik wou zeggen, even wachten. Wat is nou het verschil tussen een handeling en een beweging? Nou, ik kan een eenvoudig voorbeeld kan je dat duidelijk maken. Bijvoorbeeld golfers, die hebben het altijd over hun swing. Mm-hmm. En die gaan dan hun swing trainen. En dat is dus zeg maar, in mijn terminologie, een biomechanisch geïsoleerde beweging die onderdeel uitmaakt van de slag. En je kan dus ook de slag, daar hoort bij, daar waar de bal naartoe gaat. Hmm. Daar hoort het doel bij. Aha, ja. Dus is een oude definitie van Buitendijk. Hè? Het is een zinvol geheel van
van veranderingen dat betrokken is op iets wat buiten die veranderingen is gelegen. Het is nogal een ingewikkelde zin. Ik wou zeggen, dat is lekker maar theoretisch, maar ja, ik heb... Nou ja, goed. Je kan alleen zo'n golfslag begrijpen naar een hol als je ook dat hol daarin betrekt. Ja. Over de visualisatie ook in de Universiteit van Nederland dacht ik dat voorbeeld van de golfer Niklaus, die dan zeg maar gaat visualiseren eigenlijk van de bal in het hol terug naar de vlucht van de bal die gerealiseerd moet worden vanuit de slag die hij maakt. Ja. Dus dat is een visualisatie in termen van de complete handeling. Inclusief het doel is, haal ik hieruit. Ja. Inclusief het doel, ja. Ja. Zou dat iets zijn wat Wanda zou helpen? In de zin van, ga niet alleen maar visualiseren dat je op een wedstrijd staat en zenuwachtig bent, maar begin nou eens met die finish waar je blij bent dat je iets hebt afgerond en dan terug naar achter. Ja, ja, er kunnen natuurlijk mechanismen gaande zijn waarom dat visualiseren in de context van die wedstrijd extra stress opwerpt. En daar kom je dan niet vanaf. Nee. Maar we weten wel uit studies dat als je erg je aandacht gaat richten op de beweging als zodanig, hè, van hoe moet ik dat nou precies doen, dat vaak ondermijnend werkt voor de prestatie. Ah. Mooie aanvulling. En dus dat is het klassieke verhaal van een tennisser die dan aan het verliezen is en dan bij het wisselen van speelhelft tegen zijn tegenstander zegt, goh, wat heb jij een hele mooie backhand. Ik ben benieuwd hoe je dat nou precies doet. Misschien kan je me dat straks vertellen. En dan gaat die ander daarover nadenken en die mooie backhand, die lukt dat toch niet zo goed meer. Wat een mooie tip. Ja, die houden we erin. Hè? Als we voor Geert op de padelbaan staan. Ja. Uitstapje was dit. Naar visualiseren. Ja. Aflevering 92. Voor iedereen die nu pas onze podcast ontdekt. Terug naar het zwemmaten. Ik zal nog even. Jij zei 10% hè, weerstandsvermindering met zo'n pak. Toen dacht ik meteen. Wij mogen natuurlijk bij de triathlonnen gewoon in de slipstream van anderen doen. En hoeveel zal dat opleveren? We weten natuurlijk, bij het wielrennen levert het heel veel op. Bij het hardlopen al een stuk minder. Je moet ook dicht op elkaar. Weet jij hoe het bij het zwemmen ongeveer zal zitten? En kun je ook in de verkeerde slipstream komen? Omdat het water doet zulke onvoorspelbare dingen, zoals jij beschrijft. De goede en de slechte wervelingen. Waar moet ik op letten? Ja, nou, ik weet wel dat die Jerry Westerwelle, die ik te noemde eerder in het programma, dat hij hier een aantal studies naar gedaan heeft. Als ik me goed herinner, maar pin me er niet op vast, is het zo dat je zowel voordeel kan hebben door achter iemand te liggen, als ook door voor iemand te liggen. En dat is iets waar de meeste mensen niet aan denken hier, omdat ze helemaal de slipstream metafoor voor de geest hebben. Maar het laat ook weer zien hoe complex dit soort interacties zijn. Ja, want dan word je natuurlijk door de boeggolf, hè? Word je een beetje voorgestuurd. Nou, ik weet van Bert Blokke, de windtunnel in Eindhoven bij het wielrennen, dat ook zo is. Ja, dat klopt. Dat de wielrennen is achter je zo. Zit. Ja, dus je had die optimale configuratie. Ja. Dat je loopt met een aantal mensen achter je en een aantal mensen voor je. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Er is nog wel een ander project wat recent gestart is, wat misschien toch wel even interessant is te noemen. En dat gaat over ook adaptatie op training. Dat is een project zowel bij PSV Voetbalclub als bij het zwemmen. En dat is gebaseerd op een techniek die we daar hebben om met echoscopie, dus van buitenaf, de spieren te bestuderen. Hoe is die spier, hoeveel vezels zijn daar? Dat is iets wat een vast gegeven is, maar wat is dan de spiermassa en hoe ontwikkelt die spier zich en zijn functionaliteit als functie van trainingen? Wat we weten is dat een functie van de manier waarop men zich aanpast aan training sterk individueel bepaald is. Dus je hebt niet alleen zeg maar een genetische grondslag voor spierkenmerken, maar ook de manier waarop die spieren reageren op trainingsprikkels. En dat is nog maar net gestart.
dat project. Maar op die manier kunnen we dus zeg maar geïndividualiseerd gaan kijken hoe mensen adapteren op trainingen in termen van spierbouw en werking. En je zegt dat doen we bij PSV voetbal en dus bij het zwemmen. Is er een reden dat je dat bij beide doet? Of verwacht je verschillen? Of is het toevallig twee topsportplekken waar je toegang toe hebt? Nou, sowieso komen atleten van beide omgevingen. Die komen bij hetzelfde sportmedische ondersteuningscentrum. Ja, 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 ja. Daar is dat apparaat opgesteld. Maar het is ook wel wetenschappelijk gezien interessant. Hè? Want in het voetbal heb je natuurlijk allerhande posities. En voetbal is een combinatie van, explosieve kwaliteiten en meer uithoudingsvermogen kwaliteiten. Of in ieder geval uithoudingsvermogen kwaliteiten om herhaald explosieve acties te plegen. Je kan je dan profielen maken voor verdedigers, voor middenvelders, voor aanvallers. En het soort van ding wat je dan graag ziet. En natuurlijk een hoge snelheid en explosiviteit bij de aanvallers. En misschien duur elementen bij middenvelders. Bij zwemmen hebben we natuurlijk ook de sprinters en middellange afstands zwemmers. Dus we kunnen dan ook profielen maken en kijken, waar een individu, zeg maar, bijvoorbeeld in het zwemmen dan zijn optimum zou kunnen vinden. Is dat bij 100 meter of bij 200 meter of misschien bij 800 meter? Ja. Waar iemand zich dan naartoe zou kunnen ontwikkelen, afhankelijk van de manier waarop die op die trainingsprikkels reageert. Plus misschien wel interessant vind ik bij het zwemmen is natuurlijk dat je en met armspieren te maken hebt, schouder, arm en been. En dat je daar full body. Ja, en daar toch andere prikkels ook dat krijgt. De manier waarop de benen bewegen is natuurlijk toch heel anders dan. En misschien het verschil tussen de I en de S zelfs gaat oppikken. Qua trainings, qua prikkel. Oké, maar mooi. Ik had nog één punt kwam in me op. Nu, want ik kwam laatst in de app van dat er nu ook zwembrilletjes zijn met die je feedback kunnen geven. Door middel van misschien de snelheid volgens mij waarmee je gaat. Of misschien inderdaad die slagfrequentie of de slaglengte. Dus dat je tijdens het zwemmen, want dat is iets anders natuurlijk normaal bij het hardlopen, het fietsen. Kijk je wel eens op je tellertje hè, van wat is mijn snelheid. Misschien sommige mensen kijken naar hun vermogen tegenwoordig. Dat kan bij het zwemmen eigenlijk allemaal niet. Want je kan wel een horloge omdoen, maar je hebt die tijd niet om daarop te gaan kijken. Maar je zou dat via je zwembril die getallen wel kunnen, die data kunnen geven. Ja. En op die manier feedback kunnen geven. Een gadget. Wat vindt de zwemprofessor ervan? Is dat een? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Kan dat helpen inderdaad de zwemmer? Wij zoeken ook naar manieren om feedback te geven, wat natuurlijk uiterst belangrijk is bij dat onderwerp is hoe goed is de informatie die verschaft wordt, hè? Hoe goed kan de sporter daarmee uit de voeten om de techniek aan te passen om tot een betere prestatie te komen? Want daar gaat het om. Mm-hmm. Dus wat zou voor een zwemmer dan? Er zijn dus verschillende wegen hè, van of je weet dat een bepaald facet van de bewegingsuitvoering, hè, zeg de hoek die een elleboog maakt of de hoek die de schouder maakt of de frequentie voor mijn part bij een bepaalde snelheid. Daar kan je dan feedback op geven. Dan is de vraag hoe goed kan de sporter dat vertalen in de aanpassing van de beweging. Ja. Ik denk dat bij iets als de frequentie dat relatief dat bijvoorbeeld meer kans van slagen heeft of beter voorstelbaar is in het geesteszelf van de sporter, hè, dan laten we zeggen die elleboog-hoek. Ja, ik heb zo'n aardig filmpje ook van Lefebvre, dan gaat de golfer en dan zegt hij van dan zegt de coach tegen me dat ik mijn schouder hoger moet houden en dat klinkt als Chinees van mij. Ik heb geen idee wat ik dan moet doen. Dus dat is ook feedback, maar dat is niet feedback waar men makkelijk mee iets kan. Een ander ding wat hierbij een rol speelt is dat al die variabelen die men dan in kaart gebracht heeft, dat zijn eigenlijk variabelen in geïsoleerd. En wat je krijgt natuurlijk als je opeens zo'n variabele feedback gaat geven, dat er allerlei andere dingen ook veranderen.
En dat is een groot gevaar. Want als je een detail van zo'n beweging verandert, ja, dan verandert ook het totaal. En daar moet je wel mee uitkijken. Het gaat natuurlijk om de prestatie. Hè? Ja. Dus hoe het ging bij de starttrainingen. Nou ja, bijvoorbeeld van Ranomi destijds. Hè? Die keek dan eigenlijk naar, nadat ze een start had gemaakt, dan keek ze op de monitor waarin ze de start die ze zojuist had gemaakt. Dan zag ze daar zeg maar de snelheid die ze in die start genereerde. In vergelijking tot haar eigen persoonlijke record, haar eigen beste start. En je krijgt nu een andere manier van feedback geven, waarbij je eigenlijk feedback direct op de prestatie zelf geeft, en niet zozeer op de techniek die daar aan ten grondslag ligt. Nee. Maar mensen zijn dan toch behoorlijk in staat, in ieder geval zij, om datgene aan te passen in de start, wat nodig is om zichzelf te overtreffen. Ja. En dat blijkt een hele productieve manier van feedback geven. En daar kom ik, en vandaar ook dat ik dat verschil tussen handeling en beweging, dat ik dat maak. Want we weten ook uit de literatuur dat als je erin slaagt feedback te geven over de uitkomst van de beweging in relatie tot het doel, tot dat heel, heel goed werkt. Ah. Maar dan kom ik toch even terug op waar we het eerder over hadden. We hadden het over de Zwolf, die jou nog niks zei, maar dacht, ja, maar dit is toch wel wat voor zwemmers. Dus ik heb even snel zitten googlen live. Maar het is inderdaad, de afkorting, dat wordt niet eens gegeven, maar het is inderdaad een parameter die het aantal slagen, de tijd en de afstand bij elkaar combineert. Dus dat zegt iets over, onafhankelijk van je zwemsnelheid of onafhankelijk van je afstand, zegt het iets over de efficiëntie. Dus als ik goed naar je luister, zou ik dus eigenlijk op die zwembril Zwolf willen zien. Ja. Want dan kan ik daarmee voor mezelf gaan vertalen. Oh, ik zwem nu best wel hard. Mijn zwolf gaat omlaag om naar. Ik moet langere slagen maken. Ja. Of weet ik veel. Ja, ja, oké. Okay. Ik zit nu ook staan. Ja, Zwolf. Ja. Nou, daar ga ik me eens in verdiepen. Ja, mooi. Mooi dat wij de zwemprofessor toch ook nog iets hebben kunnen geven. Als je nog proefpersonen zoekt, Peter. Wij vinden het heel leuk in deze podcast om ook allerlei experimenten te doen. Ook over het mentale juist, denk ik. Over het mentale, over gadgets, over metingen. Dus, en we hebben inmiddels een heel legioen aan vaste luisteraars en vrienden om ons heen die volgens mij altijd bereid zijn om als proefpersoon bij jou in het lab mee te komen doen. Dus, nou ja, hartstikke mooi. Ja, dat doet me ook denken aan de studie die ik met Sander's Ganzenfles gedaan heb. Waar we hebben gekeken naar de vloeiendheid van de beweging, van de zwembeweging. Daar is een mooie maat voor, namelijk de afgeleide van de versnelling en de integraal daarvan over de tijd. Dat is een soort mate voor de schokkerigheid van waarmee je zwemt. En dat hebben we vergeleken bij elite en sub-elite topzwemmers gewoon de sprintonderdelen en waterpoloers. En daar vonden we een heel duidelijk verschil, dat die waterpoloers toch wel een heel stuk minder vloeiend zwemmen dan die topzwemmers. Ja. En dat zou misschien ook wel interessant zijn om bij triatleten kijken. Hoe doen die dat nou? Ja, want dan ga ik ervan uit, hoe vloeiender, hoe beter, toch? Dat is iets waar je op kan verbeteren. Ja, absoluut. Ik zag dat artikel van je, maar ik moest wel even drie keer die titel lezen, want jerk cost. Daar ging het over, hè? Bij jerk, dacht ik. Over iets heel anders verrast door. Maar ik begrijp, je hebt een sensor tussen de schouderbladen geplakt of zo. Ging het? En op die manier gekeken naar de vloeiendheid van het zwemmen. Ja, je hebt dus zeg zwemmen. Maar de positie. Hè? En dan de eerste afgeleide is de snelheid. De tweede afgeleide is de versnelling. En de derde afgeleide noemt men jerk. Dus dat is de mate waarin de versnelling in de tijd wijzigt. Ja. En je hebt ook nog snap. Ja, nou goed. Ja. In hoeverre lig jij zelf nog wel eens in het zwembad? Of op de wielrenfiets of op de hardloopschoenen? Een hardloper ben ik niet. Nee. Daar doe ik niet aan. Een tourfietser ben ik wel. Dat doe ik heel regelmatig. Leuk. Ik heb een vakantiehuisje in Otterlo. Van daaruit maak ik fietstochten. Hey, en dan is eigenlijk mijn afgeleide vraag. Dit was een voorzetje. Eerste afgeleide. Tweede afgeleide vraag. Gebruik jij en log jij die rondjes dan ook op Strava? Nee.
Ah. Nee, dat doe ik niet. Jammer, nee. Helemaal niks. Ja, misschien zou ik dat wel moeten doen, maar nee, dat doe ik niet. Kijk, met zwemmen, om dat nog even te benoemen, dat doe ik wel regelmatig. Hoewel natuurlijk met corona was dat toch wel echt lastig. In de periode ja, dat die zwembaden ook gewoon dicht waren. Nou, ik ben niet zo stoer geweest dat ik dan maar in de eerste beste fan of kanaal gedoken ben. Maar daar had ik dan wel mijn targets. Ja. Daar wilde ik gewoon in 1,5 kilometer zwemmen in een uur of zo. Dat probeerde ik dan te halen. Lekker. Nou, ik wil je bij deze uitnodigen voor een zeer exclusief gezelschap op Strava. Maar ja, als je er niet op zit, dan kun je er niet aan meedoen. Nee. Mocht je het overwegen dan, en een accountje aanmaken, dan ben je alsnog welkom. We hebben namelijk de Slimmer Presteren podcast Strava Club. En die is alleen toegankelijk voor vrienden van de show. Oftewel mensen die op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast een kop koffie in de maand gedoneerd hebben. Of mensen die zo aardig zijn geweest om hun tijd beschikbaar te maken voor de podcast. Zoals jij vandaag, Peter. Dus mocht je ergens nog wat data gaan loggen en publiceren, dan vinden we het leuk om je daar aan ons gezelschap toe te voegen. En iedereen die dit nu hoort en denkt, hey, een Strava Club, ik zit wel op Strava. Nou ja, word vriend van de show en je kan erbij en we kunnen elkaar met z'n allen zien. Of word special guest, ja. Maar dan moet je toch wel een toonaangevende wetenschapper of bijzondere sporter zijn. Hè? Ja. Helemaal goed. Mooi. Maar dan moet ik dus gaan fietsen of hardlopen, begrijp ik. Nou, je kan je zwemmen. Zwemmen tegen Strava? Ja. Ja, hoor, ja, kan zeker. Nou, misschien leuk om eens uit te zoeken. Heb je ook weer wat. Ik ga iedereen die nu luistert en die denkt, hey, dat was leuk. Een legioen van proefpersonen voor Peter Beek. Daar wil ik ook bij. Nou, dan moet je ons even een berichtje sturen. Kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld via social media zijn we te vinden als de @slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. Ook van deze. Kan je dan retweeten of hartjes geven. Of dus even op reageren en zeggen, ja, ik wil wel. Of je kan ons een DM'tje sturen, zoals dat dan heet. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van deze aflevering een unieke pagina. Een link die je kan kopiëren en doorsturen naar al je vrienden, zwemmers, binnenzwemmers, buitenzwemmers en andere mensen die van water houden. Zodat ook zij slimmer gaan zwemmen. Of collega wetenschappers. Waarvan je denkt, hey, dat is een leuke podcast. Pak die link, stuur hem door. En je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Heel goed. Nou, doe ik nog één uitnodiging, Peter. En ook daarvan kan ik me voorstellen dat je geen tijd hebt. Maar mocht je wel tijd hebben, dit is aflevering, moet ik het uit mijn hoofd gaan zeggen? Wat zei ik nou net? 94, 95. 94, nou, ik weet niet. Hoog in de 90. Dat betekent 95. Dat we 95. Ja. Ja. We zitten een paar weken weg van aflevering 100. En die gaan we opnemen op zaterdag 21 mei. Live met publiek en gasten, als die dat leuk vinden. Ik snap, Amsterdam, Utrechtse Heuvelrug is een heel stuk tourfietsen. Maar je bent van harte uitgenodigd om er die dag bij te zijn. En ook die uitnodiging is voor alle luisteraars die zeggen, hey, dat zou ik ook wel mee willen doen. We gaan, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, toch? We gaan koffie drinken. Ja. We gaan een opname maken over het onderwerp placebo. We gaan de vloer ook geven aan iedereen in de zaal voor vragen, aanvullingen, opmerkingen. Dus als wij sportprofessor Peter Beek in de zaal hebben, komt daar vast een mooie rijke aanvulling op. En daarna gaan we lekker lunchen met worstenbroodjes en optioneel nog met elkaar een rondje fietsen of lopen. Dus ik zal je alle details toesturen. En iedereen die luistert kan dat ook vinden op slimmerpodcast.nl/webshop. Ik vroeg me af, komt collega van ook Geert Zavelsberg. Nou, die heeft nog niet gereageerd. Er komen wel al een aantal andere special guests. Patrick Stastra, de schoenen-expert, komt. Mariska Versprundel komt. De wetenschapsjournalist, hardloopster. En nu moet ik ook, oh ja, Wouter Duinersveld. Oh ja. De atleet met het boek hier in de stapel komt ook. Dus kortom, Geert heeft over Athletic Skill Model gesproken. Ja, een paar weken terug. Mooie aflevering geweest. Ja. Dus ga die van luisteren. Helemaal goed. Ja, nou, helemaal fantastisch. Peter, dankjewel voor je bijdrage tot nu. Dank je, Peter. Ja. Jurgen, nou, veel geleerd. Ben benieuwd. Goeie of jullie straks sneller gaan in het zwemmen. Ja, en, je kan het allemaal zien op Strava. Je moet toch wel, de crawlprestatie moet toch wel beter zijn. Gemarkeerd beter dan de schoolslagprestatie. zo is het. Ja. Jurgen, dankjewel. Tot volgende week. Oké, tot volgende week. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.